Theo Hiddema, advocaat, PVV-stemmer. U heeft PVV gestemd. Ze zijn bezig met de formatie. Bent u blij met het feit dat ze daaraan meedoen? Ja. Ze lijken niet te gaan regeren, maar te gaan gedogen. Bent u daar blij mee? Ook. Waarom? Omdat ik voorzie dat als we gaan regeren, dat ze in de problemen komen. Want? Omdat het een partij in opkomst is. En een partij die niet aantrekkelijk is, zal ik maar zeggen, voor mensen die uit de gezettelde politiek moeten overstappen naar de PVV. Want dat zou moeten gebeuren. Om daar een reservoir te creëren van mensen die verstand hebben van het land te besturen. U zegt in de achterban van de PVV is op dit moment nog te weinig talent. Ik denk het, omdat ze nog niet salonveeg zijn. En dan, wat betekent dat, salonveeg, in dit verband? Nou, dat je gewoon voor je buurt uit kunt komen. Dat je in de picture bent om het land te leiden namens de PVV. Hm. Dat kan je carrière ernstig schaden. Dat kan zelfs leiden tot bakstenen door je ruit. Dus dat moet nog even wennen onder de mensen. En dus gedogen. En in die fase is het beter dat men zich niet blameert met mensen die inderhaast in een ministerstoel worden beland. Ja. Wat stemde u vroeger, voordat Pim Fortuyn in de politiek ging? Ik ben begonnen met de PSP. PSP? Wacht even. Ja. Oh, ja. Nou, ik hield niet van wapengekletter. Dat was in de tijd dat ik zelf in dienst moest. En toen naar D66, want daar liep een aantrekkelijke meneer in een regenjas langs de grachten. Hans van Mierlo. En die zorgde voor grote doorbreking en vrijheidsgedachten. En de ontplooiing van de individuele mens stond voorop. Nou, dat sprak me erg aan, want je ging toen nog onder het juk van de verzuilend. Hè? Ja, niet gebukt, maar het was erg aansprekend. Ja. En van dat alles kwam niks terecht, want toen van Mierlo dat kon verzilveren, werd hij snel minister van Buitenlandse Zaken. En toen bent u afgehaakt? En begon het zo te zweven dat ik nergens meer terecht kon. En toen kwam Fortuyn. Ja, dat is wel een tegenpool, denk ik. D66 en PVV, althans, die hebben zich in de campagne behoorlijk tegen elkaar afgezet. Ja, maar goed, als je oriënteert op de samenleving en je leest 6 kranten per dag en je bent historisch onderlegd en je interesseert je voor vaderlandse geschiedenis en je volgt de politiek, maar stem je vanzelf dan PVV? Wordt het een intellectuele behoefte om de baken snel te verzetten. Ja. Veel debat in Nederland over de vraag of de PVV moet gaan gedogen of moet gaan regeren. Veel mensen zeggen, bij die partij is de rechtsstaat niet in goede handen. U bent advocaat, snapt u die kritiek? Nee, dat snap ik helemaal niet. Men beschouwt nu de rechtsstaat als iets wat van graniet is en wat in een kluis wordt bewaard en waar je je hoed vooraf moet nemen als je die passeert. U zegt die rechtsstaat. Maar zo werkt het niet. De rechtsstaat krijgt gestalte door een democratische vorm van wetgeving dus. Ja. En zo is de rechtsstaat aan veranderingen onderhevig. Maar laten we een paar voorbeelden noemen van de PVV. Die willen bijvoorbeeld de Koran verbieden. Bent u daarvoor? Dat vind ik onzin. Vindt u onzin? Ik wens waarachtig niet iemand te gehoorzamen die voor mij uitmaakt wat ik wel of niet mag lezen. Oei, maar dat is wel een voorstel van Geert Wilders. Nou, daar hoef je helemaal niet bang voor te wezen. Want hij weet als niemand anders dat voorstel het nooit haalt. Het is ook helemaal niet van belang. En bovendien heeft hij dat nooit hard gezegd dat de Koran verboden moest worden. Hij heeft zich eens een keer opgewonden en Wilders hanteert de hyperbool. Spreekt de mensen aan via overdrijving. Dat kan geen kwaad, dan weten ze mensen waarvoor hij staat. En zo heeft hij in een vlaag gezegd, je moet dat boek verbieden, net zoals je Mein Kampf verbiedt. En dat restant van die opmerking laat men onbesproken. Hij wil een stop op islamitische scholen. Nou, dat hoef je ook niet bij wet langs de weg van een decreet of wetten gestalte te geven. Als je zorgt dat de immigratiestroom beperkt wordt, is dat een neveneffect. Hoezo? Er zijn heel veel moslims in ons land die ook gewoon naar school zullen willen blijven gaan. Nou, dat kan wel. Maar als er minder komen, dan krijg je minder schoolbehoeften. Ja. Hoofddoekjesbelasting, bent u daarvoor? Bespottelijk. Bespottelijk? Ja, nou moet u eens even luisteren. Want kijk, weet u wat kopvot betekent? Ja, dat is toch? Een oud Limburgs scheldwoord waarmee ze nonnen belaagden. Nooit heeft iemand in de omgeving van die nonnen de jeugd terecht gewezen dat dat niet gepast was. En nou moeten we opeens grote achting hebben en waardering voor de wijze waarop mensen hun religie beleven. Was vroeger ook niet bon ton. Jullie hebben er zwaar van langs gekregen. En de katholieken in Limburg ook. En er was geen haan die ernaar kraaide. En nou wordt diezelfde mensen wijsgemaakt dat wij grote eerbied moeten betrachten voor iemand die intense geloof beleefd. Sterker nog, je moet die mate van erkenning laten afhangen van de mate waarin aanhangers van dat geloof bereid zijn dat geloof gestalte te geven door een stel textiele lappen. Dat is toch potsierlijk. Maar u, dus die hele drukte,
Dan moet je helemaal niet druk om maken. Dat is volstrekt idioot om te denken dat iemand in zijn diepste waardigheid is aangetast omdat je hem nawijst omdat hij een kop vol draagt. Want daar komt het op neer. De vraag was, bent u voor een hoofddoekjesbelasting? Ah, natuurlijk niet. Scheid toch uit. Maar dat is geen begin. Maar Wilders wel. Huh? Wilders wel. Meent hij niks van. Meent hij helemaal niks van. Dat, Jan Slachter. Nou, daar zullen we het over hebben, meneer Mark. Nee, maar goed, bedoel, dat wat u zegt. En zo doen. Dat is ja, maar iedereen, alles wat u nu zegt, zegt u van ja, dat vind ik allemaal onzin. Te bemoeien. Ik zit de heren netjes aan ja, goed. Ja, okay. Ik had het woord aan hoe je Wilders moet duiden. Ik heb trouwens begrepen dat ik voor u beiden ernstig moet uitkijken. U moet voor ons uitkijken? Ja. Goeie. Ik heb vandaag in uw lijfblad trouw gelezen dat u een geheime agenda heeft. Ja, wij ook. De gasten selecteert aan de hand van uw voorkeur. Maar als dat verhaal het geklopt, hadden we u niet uitgenodigd. Te halen. Ja. U had de trouw vandaag niet moeten lezen. Althans, het klopte niet. Wat ik heb u net uitgelegd dat dan wil je op gepaste wijze met Wilders omgaan. Ja. Dat je opponenten, iedere dag kom je ze tegen, met feitelijkheden om de oren moet slaan. Ja, maar even voor de helderheid, moet je trouw ook lezen. En de vraag van Jan Slachter dan. Ja, maar u zei er net van, er werden allerlei voorbeelden genoemd. Van ja, dat is allemaal onzin, dat is allemaal onzin. Maar het zijn allemaal dingen die Geert Wilders roept. Dat het onzin is. Nope. Wilders is niet dom. Als Wilders dat zegt, dan kietelt hij bepaalde mensen die naar de stembus gaan. Dat is helemaal niet erg, doen alle partijen. En dit klinkt nou een beetje ordinair, komfort. Ik leg u net uit dat het een historisch bepaald woord is, wat destijds nooit tot scheve gezichten heeft geleid. Nu moeten we daar heel, heel ernstig naar kijken, naar zo'n uitlating. Want je tast mensen aan hun diepste geloof. Nou, dat vind ik potsierlijk. Dat vind ik bespottelijk. Net zo bespottelijk als ik vind dat er echt ambtenaren de straat op moeten om te kijken wie iemand zijn kop voor de taxi wel heeft betaald. Dat gaat helemaal om buiten de essentie waar Wilders wel voor staat. En daarom kies ik Wilders. En wat is volgens u de essentie dan van waar hij voor staat? Dat is omdat, voor mij, ik ben strafpleiter. Ik sta iedere dag aan het putje van de multiculturele samenleving. Waar ik verschijn in de rechtbanken, worden aan de lopende band dagelijks aan jongens vonnissen uitgedeeld en worden levenslang bestempeld tot werkloosheid. Waar ik verschijn, zie ik dossiers waaruit blijkt dat de blijf van mijn lijfhuizen propvol zitten. Waar ik verschijn, zie ik wanhopige onderwijzers die mensen in het gareel proberen te houden voor klassen die volstrekt onbestuurbaar zijn met de schooluitvallende grote steden van procenten van je welste. Ik zie een hele kaste ontstaan van volledig kansloze mensen. En ik zie ook een kaste... Dat zijn allochtonen? Ja, natuurlijk zijn dat allochtonen. Heeft tot nu toe het woord niet genoemd, dus daarom vraag ik het. Nou ja, het is de realiteit. Je moet niet denken dat ik hier een enggeestige kleinburger zit. Nee, ik stel die als gewoon, je een allochton ziet, dan de hak in het zand zet. Nee, ik stem uit compassie op Wilders. Ik heb compassie voor die jongens die dit proces eindeloos moeten ondergaan. Omdat er steeds een nieuwe toevloed is die hun kansen ook weer ondergraaft. Ik heb compassie voor die meisjes die onder bescherming in de blijf van lijfhuizen zitten. En ik heb compassie voor de onderwijzers die wanhopig gestemd zijn en zeggen, hou op met die importhuwelijken. Hou op met die tomeloze immigratie. En dan ondergraaf je de sociale cohesie. Dat is zo klaar als een klont. Maar meneer Hiddema, en dat is nou wat Wilders signaleert. Ja? En dat is wat een partijideoloog van de PvdA, Paul Scheffer, al lang heeft geschreven in het boek Het Land van Aankomst. Als de sociale evenwicht wordt verstoord, dan moet afsluiting, hij zegt het heel sierlijk, een reële optie zijn. Nou, dat zegt Wilders. Hij verwijst naar Denemarken, ik kan u verwijzen naar Amerika, ik kan u verwijzen naar Zuid-Afrika, ik kan u verwijzen naar Nieuw-Zeeland, waar al die bevolkingsgroepen die nu de hele boel verstoppen geen spatkans hebben om het land binnen te komen. Meneer Hiddema. Is dat nou zo bizar? En Wilders signaleert wat en zegt er wat van. En zoals u het vertelt, komt het wel wat geloofwaardiger over als dat meneer Wilders het vertelt. Nou, dan moet u naar mij luisteren. Ja, bij deze. Goed zo. Hij signaleert een aantal dingen. Hij benoemt een aantal dingen. En dat zijn dingen die we met z'n allen signaleren. En die worden benoemd en die worden die ook worden breder. Die worden benoemd. Sinds Fortuyn worden die al breder in de samenleving benoemd. Ja. Maar de vraag is, als je zo extreem opereert zoals Wilders, of je dan met oplossingen komt of dat je die dan in je eigen voet schiet. Komt Geert Wilders met concrete oplossingen als hij dus inderdaad dat soort wilde taal uit? Of moet je zeggen, Geert, benoem die problemen goed en kom dan ook met hele concrete oplossingen. Ja, dat en ga dan niet praten over Koran en kop voor de tax en achterlijke godsdienst. Want dat is contraproductief. Nou, dat weet ik niet. Ik vind dat je best een beetje tekeer mag gaan tegen dat chapeau voor mensen waarop mensen menen dat hun godsdienst, ik vind het vaak een vorm van opdringerigheid, het verdient om met grote achting bejegend te worden. Dan zit ik u aan te kijken, want u zou ook wel eens mogen kijken. Het hadden wij destijds ook wel willen hebben. Zoveel eerbied.
En zoveel steun en hulpverlening. Maar en onmiddellijk naar het meldpunt als iemand een verkeerd woord uit. Het gaat om de vraag of hij hele concrete, zinvolle oplossing heeft voor de door hem gesignaleerde problemen. En niet met al die wilde taal. Nee, nou ja, goed. Wilde taal, goed, dat is franje. Maar de kern der dingen is, als Wilders zijn zin krijgt, dan komt het erop neer dat we een kleinere overheid krijgen. Ik hoop ook een directere bestuursvorm, dat je tenminste eigen burgemeesters mag kiezen. Twee, dat een hele kaste nutteloze politici die alleen maar in baantjes functioneren, waar niemand een cent wijzer van wordt, maar hun politiek lidmaatschap van de gezettelde partij drijft hen eindeloos in de rubrieken van Stan Huygens. Ze zijn allemaal voorzitters en drankjes en borrels. Volstrekt nutteloze kasten. Kost... Maar dat is zijn hoofdpunt niet. Dat is zijn hoofdpunt niet. Zijn hoofdpunt is allochtonen. Ja, nou, dat is ook het hoofdpunt wat ik u schets, waar het meeste compassie voor de geprangde medemensen om de hoek komt kijken. Ik heb het nog niet eens gehad over de burger, de autochtone burger die in een verpauperde wijk zit, maar door geldgebrek het eind van zijn leven daar maar moet afwachten. Maar de vraag is, wat zijn concrete oplossingen voor de gesignaleerde problemen? Dat is een immigratiestop. Daar is het en laat die tijdelijk zijn. Dat is om lucht te geven. Dat is uit compassie voor de mensen die je dan op gepastere wijze kunt begeleiden naar een betere toekomst. Het is geen rassenhaat. Het is geen anti-zus, anti-zo. Helemaal niet. Maar waarom stemt u geen VVD? Het is gewoon landsbelang. Wat u vertelt is nou, mij... dat wordt ook steeds meer reëel. Want als, dat je, VVD als, je, als je het partijprogramma van de VVD nu ziet, dat zag er heel anders uit als op het moment dat Wilders wegliep. En nu heb je al politici in het zuiden des lands die al hun kiezers naar Wilders zien gaan, die nu zeggen, Jos van Rij, wethouder in Roermond, hij had nooit weg moeten gaan. U zegt, de VVD schuift op in de richting van Wilders, ja, maar dan zonder die franje waarvan u net zei, dat vind ik zelf ook soms een beetje onzinnig. Ja, goed, je gaat toch niet het landsbelang negeren door je stem aan te laten afhangen van wat iemand zegt over kopfotjes en over courants. Sietse Fritsma van de PVV heeft vandaag gezegd dat er niet alleen een immigratiestop moet komen voor laag opgeleide allochtonen, Marokkanen met name, maar ook voor de intelligentie uit die landen, ook uit islamlanden, moslimlanden. Nou, dat vind ik erg dom. Oh. Omdat je... Ja, nou, dat kan toch? Zeker. Juist dat soort mensen kunnen hier te landen binnen hun eigen geloofsgemeenschap zeggen, jongens, doe eens wat niet zo indolent en beklaag je niet altijd in je slachtofferrol. Kijk naar mij en toon ambitie. Indolent, dat ken ik niet. Indolent, dat is het woord wat een gedrag impliceert. Ik wist het ook, dat ook je niet. Alles laat afhangen van overheidshulp, hulp, hulp, hulp. En hier niet komt met het idee, we zetten de schouders eronder. Indolent zijn mensen die je notabene naar een inburgeringscursus moet slepen. Die heb ik vandaag gehoord, €7.000 kost per persoon. Die mensen moeten één ding leren, en dat is de hoeven helemaal niet in te burgen, want dat is ook een industrie geworden en het leidt tot niks. Het worden wel half analfabeten opgeleid tot een beetje geschooldheid. Geef ze maar de boeken van Hielke Speerstra. Laat ze die maar eens lezen hoe onze autochtonen in Nieuw-Zeeland, in Canada, met bloed, zweet en tranen, zonder 1 cent subsidie, hun schouders eronder zetten, de taal leren en hun kinderen opvoeden. Als ik u samenvat, dan hoor ik u zeggen dat u het met veel van de uitspraken van Geert Wilders niet eens bent. Dat u zegt dat is franje, dat is een hyperbool, dat is overdrijving. Dat u het ook niet eens bent met mijn immigratiestop voor hoogopgeleide allochtonen. Ja. Dat u het eigenlijk alleen eens bent op zijn punt van een immigratiestop voor kansarme allochtonen en kansarme Marokkanen. Ja, en een kleinere overheid. Ja, maar en, dat interesseert, en directe democratie. Dat interesseert mij bijzonder. Nee, maar Geert Wilders niet zo erg. Nou, mij wel. Ja. Maar u zou haast kunnen overstappen wat Thijs zegt natuurlijk maar aan de VVD. Maar dat is ook wat die man moet nooit weg. Wie niet? Wilders. Oh. Hij trekt kiezers aan die de moed al lang hadden verloren. Dus hij brengt democratisch besef onder de mensen. Ze hebben weer het idee, frek, als ik stem, dan kan ik misschien het een en ander teweeg brengen. Maar zijn grootste kracht is dat hij de rest van de partijen op scherp zet. Eerst konden ze het proberen met demoniseren, heet dat dan. De duivel in die kerel jagen. Hem als een psychiatrische patiënt neerzetten. Toen dat niet meer lukte, hebben ze geprobeerd om zijn kiezers te analyseren. Dus het is voor mij ook een masochistische vorm tot zelfanalyse. Ja, dat zat ik ook af te vragen. Dat is heel interessant. U bent een van de weinige bekende Nederlanders die zich uitspreekt. Nou, het is een masochistische vorm. Dat is een zekere verslaving tot zelfanalyse. Want toen men 1 Wilders niet kon afbreken om zijn persoonlijkheid, en 2 hij steeds meer kiezers trok, zijn ze niet meer Wilders gaan
gaan analyseren. Want dat werkt niet, de duivel in hem jagen. Daar krijgt hij alleen maar sympathie door. Maar toen gingen ze eens kijken, de mensen die op hem stemmen, wat voor slagvolk is dat? En dat was interessant. Dat waren enkgeestige, wat u zei, boze, blanke medemensen. En die hadden, die waren, de identificatie met hun vader was gammel verlopen. Dus ze werden opstandig en bozig en narg. Nou, dan leg ik mezelf steeds weer langs de meetlat. Dan word je kritisch gestemd. En denk, bij mij valt het best mee. U bent kijk geen om boos. Me heen. Nee, ja. Met hem is niks aan maar de hand. Maar kijkt uw omgeving zo naar u, sinds u gezegd heeft dat u PVV stemt? Jazeker. U wordt wel als een boze blanke man gezien? Nee, dat is heel komisch. Want als je tot die keuze bekent, dan wordt stil. En dan het antwoord kun je een beetje samenvatten met dit is een beetje mompelend en monkelend, maar het komt erop neer. Die man, ik dacht dat hij veel intelligent was. dat is reuze interessant, hoor. Wat vindt u van het feit dat een heleboel mensen, waarschijnlijk ook intelligente mensen, op Geert Wilders hebben gestemd, maar dat niemand ervoor uit durft te komen? 1,5 miljoen mensen hebben op Geert Wilders gestemd. Daar zitten ook intelligente mensen bij, om het zo maar te zeggen. Ja. U bent zo'n beetje de enige bekende Nederlander die ervoor uit durft te komen. Dat is een eigen leven gaan leiden, omdat ik ooit als journalist over de vloer had. Ja. Want toen zat ik met een gebroken been. Door het gemeentelijk strooibeleid in Amsterdam. Dat was nog onder het regime van onze gezalfde Kentenbel. Ja. En toen kwam de journalist langs over een item. Toen kreeg het ook over de politiek. Ja. En die vroeg, wilt u dan geen minister worden? En toen zag ik een vergezicht. En dat was heel wervend. Ik dacht om een erehaag, dienstauto, wachtgeld, met chauffeur dus ook. En dat kwam me heel goed uit. En dat is toen een eigen leven gaan leiden. Hij wil minister worden. En toen vond ik het laf om te zeggen, het was maar een geintje. Ja, want het was geen geintje, want u stemt nog steeds PVV. Ja, nou, als er iets gebeurt... Kijk, mijn stem wordt niet bepaald door wat politiek... de tegenpartij van Wilders, de tegenpartijen tot stemmen brengt, de kiezers, dat is een lifestyle, de keuze. Dat is, hoe plaats ik me niet buiten de sociale groep? Hoe kan ik nog met de buurman? Hoe kan ik nog in het langs de grachtengordel argeloos een cafeetje binnenkomen? Als je daar binnenkomt van, en nou ga ik PVV stemmen, dan krijg je grote problemen op je werk, je promotie gaat naar de kloten. Daar kan je van alles bij voorstellen. Okay. Nou, voorzichtig ik ben onafhankelijk een advocaat. Ja, voorzichtig maar.